Hoe maak je van een schaats een ijsklimschoen? Het handigste zijn eigenlijk slotboutjes. Als je namelijk niet goed bij de bout kan, dan in de schoen, omdat je dus ergens hem probeert te monteren waar je dus geen schroevendraaier bij kan zetten, kun je wel een gaatje boren en zo'n slotbout er al in duwen. En dan als je een beetje geluk hebt, dan blijft hij goed zitten en dan kun je gewoon alleen het moertje aandraaien. Dus een paar slotboutjes nodig. Stijgijzer. En nou schaats, daar verwijder je dan de schaats van. Tada! Dat doe je door de schaats weg te nemen en een mooi stijgijzer met extra versteviging te monteren. Boor je gaatjes, juiste plek. Zo, het slotboutje door de schoen heen. En zorg ervoor dat hij ver genoeg uitsteekt. Stop je de slotbout erin en dan schroef je de moertjes vast.